deze ruimte vinden bijvoorbeeld activiteiten plaats als onderlinge gesprekken, maar ook lezingen, een organisatie die een casus inbrengt en waar we mee in gesprek gaan, zodat de organisatie met een concreet antwoord weer verder kan. We nodigen organisaties uit om hen eens te laten presenteren, zodat studenten weten van hey, dat is een leuke plek om daar eens stage te gaan lopen. Het is belangrijk voor ons om een studio L&D te hebben, om meer verbinding te krijgen en te creëren tussen studenten, docenten, onderzoek en werkveld. Studio L&D die is pas sinds kort open, maar ik heb inmiddels al een hele mooie ervaring opgedaan. Ik kwam hier zitten om aan mijn scriptie of mijn proeven te werken. En toevallig kwam mijn begeleider vanuit opleidingskunde binnen. En ik had een vraag en die kon ik eigenlijk direct aan haar stellen. Er zijn zeker studenten bij betrokken. Er zijn vorig schooljaar zijn diverse bijeenkomsten geweest, waarbij aan studenten werd gevraagd van hoe kunnen wij het contact optimaliseren. En daar hebben wij over in mee kunnen denken. Eigenlijk willen we dat elk bedrijf denkt aan Studio L&D op het moment dat ze een vraagstuk hebben op het vlak van Human Capital. Een organisatie kan met Studio L&D in contact komen door de bekende weg zoals we al kennen, contact opnemen met het praktijkbureau van opleidingskunde of via de website. Maar het is zeker ook aan te raden om gewoon bij het faculteit educatie bij het gebouw naar binnen te komen en hier eens een ochtend of middag komen werken. Ik ben zelfs zo enthousiast over Studio L&D dat ik zelfs na mijn afstuderen op de een of andere wijze wel betrokken wil blijven door bijvoorbeeld studenten te coachen in hun afstuderen.